Stefan Schipper heeft al vele beroemdheden voor de camera gehaald. Vandaag maken we kennis met een van Nederlands bekendste portretfotografen en dat gewoon in Viezeveen. Ja, toen ik begon, van mezelf, toen zijn de mensen, ja, met een half jaar ben je kapot, of ga je vier. Die stijl, die lichte mensen hier niet. Nou, hebben ook wel best wel een moeilijke opstart gehad wel. En iedereen denkt allemaal dat het allemaal rooskleurig is geweest. Dus mensen moeten daar ook aan wennen. Wel. Je kunt niet van de een op de ander moment mensen zeggen van, dit is nu wel. Edwin Evers heeft wel eens over mijn vorige vier gezegd van Stefan Schipper, hij ken je uit duizenden. Vat ik als een heel groot compliment op. Vroeger was ik daar eigenlijk best wel onzeker in dat iedereen kon zien dat wat ik gemaakt had wel. Ik denk van wel een beetje in de loer te blijven. Maar nou ben ik eigenlijk best wel trots op dat mensen dat gevoel zo hebben wel van ja, je mag er best trots op zijn dat je zo'n beeld maakt, zeg maar wel. Mensen denken altijd van dat ik de hele dag beroemdheden fotografeer en de hele dag mooie blootmodellen en weet ik veel wat en spannende dingen. Maar uiteindelijk moet ik van de gewone man uit Twente hebben. Dus het is nooit een doel voor mij geweest om bekende mensen te fotograferen. Het is heel langzaam zo gegaan. Het is eigenlijk al heel vroeg ontstaan in mijn jeugd, een jaar of 8, 9. Toen kwam ik, Kiss, I Was Made For Loving You. En ik was altijd gefascineerd door, image, denk ik, plaatjes. Nou, hun zijn natuurlijk helemaal opgedirkt uit. En zodoende is dat langzamerhand gegaan. Dat is een beetje doorgevloeid. Ja, toen ik een jaar of 13 was, ging ik met mijn moeders fototoestel. En dat is steeds extremer gegaan worden. Tot ik jongens van een rocktijdschrift tegenkwam. En het eigenlijk steeds professioneel is geworden. En eigenlijk van mijn hobby, wat eigenlijk nog steeds zo voelt, eigenlijk mijn beroep geworden. Wel. Dus mijn klanten zie ik ook altijd als een rockartiest, zeg maar. Wel. Dus zo was ik hier ook een beetje weggezet. En of dan een lief klein babytje is, of wat stoere jongelui, of een familie. Ik zit altijd met de videoclip-achtige denkwijze om daar wat iets moois van te maken, zeg maar. Dus een beetje rock'n'roll. Nou, ik ben eigenlijk vanaf dag 1 al met Nikon bezig. Dus ik heb de analoge Nikons allemaal doorlopen en de digitale nou. De nieuwe is van mij de D5, kan dat? Zeg ik dan goede ding? Ik ben niet zo'n apparatuurfreak, maar ja, ik werk heel vaak met een 28-70 lens. En voor concerten vaak 200 of 300. Omdat je vaak toch met een barrier zit en wat dingen meer. Maar mijn stijl is wel een beetje dat de mensen deel uitmaken van de achtergrond. Ik ben niet echt een helemaal portret wel. Ik maak uiteraard portretten, maar heel vaak is het ook dat ook de omgeving ook belangrijk is. Dus die 28 en die 50, ik denk dat die niet heel snel op de 70 mm stand staat. Maar dat is wel een hele fijne lens, omdat ik daar heel snel mee kan schakelen. Ja. En een supergroot ook heb ik nog, fisheye heb ik. Ik heb van allerlei wat. En mensen zeggen, waarom geen Canon? Dan zeg ik altijd heel ik denk dat de vertegenwoordiger van Nikon hier iets eerder is geweest als van Canon. Ja. En dat het zo gedaan is. En als je op een gegeven moment vastzit aan iets, gooi je ook niet alles meer om de boog. Ik weet van Canon ook niks. Ik weet ook niet van andere merken iets. En net wat ik zeg, het zal allemaal prima zijn. Maar Nikon, net wat ik zeg, bevalt mij uitermate goed. En vooral de nieuwe kaartreader systeem, nieuwe kaartsysteem wat ze hebben. Kun je meer geheugen op slaan. Moet ik eerlijk zeggen, dat bevalt me heel erg goed. Vanaf dag 1. Ben ik bij Konijnenberg gebleven, maar dat geldt voor ook de autogarage waar ik mijn auto in onderhoud heb. Als ik daar een goed gevoel bij heb en de mensen helpen mij prima en je kunt aan het potje breken en het is een wisselwerking, dan voel ik mij daar prettig bij. En net wat ik zeg, bij Konijnenberg de analoge tijd gaat, nu de digitale tijd. Ze bellen mij altijd van Stefan, ze winnen van nieuw product binnen, van wil je dat voor ons testen of wil je dat wel, is dat wat voor jou? Dan moet ik wel gehad wel dat niet voor mij was, dan kon ik het prima in weer omruilen voor iets anders. Dus het is eigenlijk een beetje van hoe het hier in Twente is wel, van doe maar normaal, gek genoeg. En dat past denk ik gewoon bij mij in ieder geval als fotograaf en voor mij ook voor meerdere collega's hier uit de buurt die ook allemaal klanten jullie zijn. En net wat ik zeg, van is het goed, dan is het goed.